Hey allemaal, en wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van mij. En zoals jullie weten, ik ben ook ziek geweest, ben nog steeds ziek. Maar het gaat stukken beter met mij, dus dan weten jullie dat alvast. Ik vraag jullie vast even een like op deze aflevering, want ik kon het niet laten om af en toe toch nog even de records aan te zetten. Want er gebeurde van alles, RVE zat achter me aan. En dat zien jullie allemaal in deze aflevering. Was ook nog even verdwaald op een plek waar je niet zomaar kan komen. Maar dat zien jullie heel gauw in deze aflevering. Als jullie like achter hebt gelaten en misschien een leuke comment van hey, leuk dat je terug bent, hey. Dan gaan we nu beginnen met de video. Goed, nog enige ruzie met mensen gehad. Nou, sommigen irriteren me nogal. Of zijn schelden en zo. Ja. Ah. Wat gaat er gebeuren? Oh jee, lekker gratis. Makkelijk te negeren. Nou ja. Heerlijk raden, sla maar op fucking in elkaar hier. No. Ah. Rot op, jong. Serieus? Oh. Lekker raden, is raar. Vreselijk. Ik zit vast. Nee, lekker raad. Rot even op. Maar nee. Shit. Ik zit vast. Hey, Ox. Waar ben je, hè? Godverdomme. Wacht, ik ga hem roepen. Nou, dit is echt niet normaal. Het is gewoon, ik ben er gewoon ingetrapt of zo. Serieus. Ja, oh my god. Oh jee. Ik zei dat hij me nu liet barsten en nou komt hij. Ja. Ik word geroepen. Akraat heeft drugs op. Ah. Nou, ik ben nu blond en blauw. Heb de gij drugs op gast? Hij, maar hij gebruikt jou om te experimenteren, dus loop maar mee met hem. Nee! Nee. Dus loop met hem mee. Ik moet met hem meelopen, Joey. Gevaarlijk experiment, wat? Wat? Nee, ik vind het eng. Je wordt als experiment gebruikt of zo. Ja, maar dat wil ik niet. Ik kan me opletten dat hij niet in Cuba belandt. Nee, dat hoop ik ook niet. Wil je je armen kapot? Oh, dat is niet tegen mij gelukkig. Wat voor experiment dan? Hij vroeg net nog of ik hulp nodig had. Oké. Okay. Help. Staat iemand voor mijn neus met een wapenstok? Ben je verdwaald? Nee.
Rex komt ertussen. Geen idee. Iets met een doorgedraaide Lacratus. Oh, hij is offline. Waarom moet ik naar beneden? Dat is hierheen. Ja, dat is niet naar buiten. Andere uitgang? Er is wel geen andere uitgang naar buiten. Waar is er een andere? Zit toch helemaal niet in de kelder? Godverdomme. Ja, is hier niet. Nee, waarom ook heen? Wat is er? Wat? Er is een geheime doorgang. Wat? Oh! Oh, ik zit in het riool. Wat? Succes. Oké. Wat? Nou! Ik zit in het riool vast. Weg! Wat? Ik word hier weggestuurd. Ik zit in het riool vast. Fucking hell. Hoe kom ik hieruit dan? Hoe kom ik hieruit? Is die open? Nee. Niks is open! Oh, misschien kan ik zo naar de prison toe komen. Hoe de fuck kom ik nu uit het riool? Fucking hell. Dit doet me echt denken aan prison dit. Ja? Ja, ik zit in het fucking riool vast. Lekker. Oh. En wat nu dan? Ja, weet niet, een uitgang zoeken. Weet niet waar ik terecht kom. Die is ook op slot. Alles is op slot! Oh, die shit, straks verdwaal ik ook nog omdat ik zo heen en weer loop. Oh, dat is ja. Oké, die is ook dicht. Shit, zo. Hoe dan? Hoe kom ik eruit? Die is ook op. Alles zit dicht. Nou, ik zoek nog wel even door dan. Dus wij gaan. Oh. Dat leek zo erg. Yes! Halt! Hallo, hij kan me niet aanhouden. Fuck off! Aanhouden? Ja, hij zegt halt. Hij is geen agent, kom op hé. Wat denkt hij nou? Wie zegt halt dan? Ja, die gast. Hé, hey, ik wil helemaal achterna zetten, de hele RV. Jezus. Ja, maar dat kost me allemaal eten en ik heb al weinig eten meer. Halt! Kijk dan! Fuck jou! Ik heb mijn drankje niet bij me, kut. No, wacht even, ik moet drankje. Nee, ik heb niet bij me dat drankje! Waar heb ik die? Ik had serieus een RV-drankje. Oh, fuck! Ik loop een pand in! Nee! Ik heb eten nodig. Eten. Nee. Ja. Ja, aan wie? Ik word achterna gezeten. Die mensen of zo. Oh jezus. Mooi, geen gemeente, dan mogen ze me niet slaan. Ha! Dikke doei. Kijk, we hebben een medewerker van de gemeente. Waarom mag je in de gemeente niet slaan dan? Ja, dat mag niet, ze zijn al weggerend. Ja. Help, heel erg feest het om me heen. Lopen naar huis, doei!
Serieus, what the fuck, jongens? Nee, en zelfs Reo zit achter me aan. Kijk nou die groep die achter me aan zit. Godverdomme. Nee, er lopen 10 man achter me aan. Ik ga snel naar de portal. Nee, waarom moet ik stoppen? What the fuck? Ik loop ook gewoon netjes te springen. Ik wil eigenlijk type dikke doei. Ik ben bijna in de portal. Hallo, ik word een beetje achterna gezeten door heel veel mensen. Ja, ik ben in de kamer. Iedereen komt me achter. Ja, ze durven niet. Ze durven nu niet meer, omdat ik... Oh nee, kut. Ze durven niet meer, omdat ik vlak bij de portal ben. Ze hadden me net in het riool gestopt. Wie? Ja, RVE. En nou willen ze hem er weer in hebben, omdat ik er te snel uit was. Maar ik klikte alleen maar zo'n dingetje aan en toen ging dat deurtje open. Omdat hij hier... Hij was in één keer niet meer met de magic spel. Nou, ze staan hier maar een beetje. Mhm. Ja, daar! Ik ga niet op het randje staan. Donder op. Ze willen me doodslaan. Nee! Ja, wat op? Ik wil niet zomaar heel laf over... Oh nee, hij pakt zijn koffer. Ik wil niet heel laf gelijk weggaan, weet je wel, over de portal. Dat vind ik laf. Ze laten me in één keer met rust. Nou, easy peasy. Knip, knip, knip. Plak daar, plak daar. Nou, dat was hem, jongens. Ik sta op dezelfde plek als dat ik de intro deed. Verrassend, want ja, ik doe het precies daarna. Zeg maar die intro. Leuk. Maar ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het is een beetje raar gegaan met praten, zeg maar. Omdat ik gewoon op Teamspeak zat met iemand en... Ja... Ik zat niet echt officieel in opname. Dus vandaar dat het misschien een beetje anders klonk en een beetje anders in elkaar zit dan normaal. Maar excuses daarvoor. Ja, RVE doet een beetje gemeen. Ja, maar hoe gaat het aflopen? Ik ben heel benieuwd. Jullie ook? Laat even die like achter, abonneer even, druk op het belletje als je op de hoogte wil houden van elke nieuwe video. Die zin klopte niet, maar dat maakt niet uit. Jullie begrijpen me. En dan zie ik jullie heel gauw weer bij een volgende video. Doei!